Antwerpen en de Schelde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En vanop de Scheldekaaien kunnen families van aan de oever afscheid nemen van hun dierbaren die de rivier als laatste rustplaats heeft gekozen. En Martijn van de Stedelijke Begraafplaatsen die gaat mij daar meer over vertellen. Hallo, dag Martijn. Hi. Wij staan nu op een heel mooie plaats aan de Schelde. Je kunt hier afscheid nemen van je dierbaren. Ja. Is dat nu iets typisch voor zeelui? Nee, helemaal niet. Die kunnen daarvoor kiezen, maar iedereen die zich verbonden voelt met Antwerpen of met de Schelde kan kiezen voor een asverspreiding in de Schelde. We hebben een prachtige begraafplaats in Antwerpen, maar niet iedereen voelt zich daar prettig. Dus mensen kunnen ook afscheid nemen hier aan de Schelde binnen het kader van de stad, het geroezemoes, stadsgeluiden. Er is hier een speeltuintje, dus echt... In de stad, zeg maar. Ja, zo blijf je inderdaad mooi verbonden met de stad. Ja, inderdaad. En iedereen kan dat doen? Ja, iedereen kan dat doen. En hoe werkt dat dan precies? Je reserveert via de website. Om twee redenen. Omdat je de site dan voor jezelf hebt. En die reservatie ook rekening houdt met hoog- en laagtij. Daarna kom je naar hier, ontgrendel je het systeem met de code die je hebt gekregen. En kun je de urnen te water laten. Zijn er ook bepaalde richtlijnen waar je mee moet rekening houden? Ja, dat wel. Omdat de urne in het water terechtkomt, moet het een bioafbreekbare urne zijn. Enkel de losse bloemen, geen kransen. Je mag hier ook geen bloemen achterlaten, omdat het geen begraafplaats is. Dus je mag ze wel even neerleggen, maar daarna weer meenemen. Dit is het eerder traditionele model, met als grote verschil dat deze bioafbreekbaar is. En dat is een enveloppenmodel, die ook heel mooi valt en heel mooi wegdrijft eigenlijk. Ja. En kun je die gewoon vinden bij een begraafplaatsondernemer? Ja. Ja. Mooi vind ik wel dat je ook iets kunt opschrijven. Hè? Bijvoorbeeld, ja, dat kan een meerwaarde zijn. Om nog een boodschap mee te geven. Ja. Ja, zeker. We hebben hier ook nog een bel, een scheepsbel, waarmee je de ceremonie nog wat extra cachet kunt geven als je wilt. Antwerpenaars die voor altijd verbonden willen blijven met de Schelde, kunnen kiezen voor een afscheid aan hun geliefde rivier. Kijk op de website voor meer informatie.